You have to go and leave me. Don't make it so hard, just run. It's not that big a thing, you're on the other side of town. I don't want to, don't like to. There has to be a better way. I don't like it, but there's nothing left to say. Even over, ja. Die man is als oud papier. En achterin heb ik niemand een oude kleren, maar ja, die doen ook mee, hè. Oh, Humanitas? Ja, Humanitas onder de Groningen. Dat is toch een stichting voor goede werken, Humanitas? Ja, ja, in principe wel, maar ik weet niet, ze zijn ook heel humaan bij ons. Maar... Ja, ik vind jullie er toch een beetje onbehouden uitzien. Ik zou niet meteen denken, dat zijn mensen van Humanitas. Ja. Meer bouwvakkers of zo. Maar wij zijn ex-delinquentie in samenleving, hè. Dus ja, jullie zijn aan het reïntegreren? Ja, 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 ja. Hoe lang al dan? Nou, ja, 9 of zo. Maar ik blijf steeds door reïntegreren. Want nee, maar wij zitten nog gewoon niks. Ik ga met oud papier bezig en zo gewoon. Een jaar of 30 of zo. Nu voor Humanitas 9 jaar dus. Ja. En je bent ooit, heb je vastgezeten? Ja, ik heb vastgezeten, ja. Maar dat is al heel lang geleden, hoor. Ik ben nou helemaal... En toen ben je aan het gaan reclasseren en toen ben je bij Humanitas terecht gekomen. Ja, een beetje in de intermedia werk gedaan en zo voor de mestachtkliniek en zo. Uh-huh. Maar wat heb je nou verkeerd gedaan dan? Nou, weet ik niet. Ik weet toch nog wel van, je kent de Oosterparkrellen toch nog wel, uit 1996. Het driehoek is toen gestrand op de Oosterparkrellen. Het begon in 96 en wij hebben in 98 ook een aanvaring gehad met de jongens van het Oosterpark. Via de jongerenwerk en zo. Ja. Nou, daar is een beetje slecht afgelopen allemaal. Een jaar in de gevangenis gezeten. Maar wat noemen we deze specifiek? Nou, heel extreem. Gewoon met geweren en zo, messen, bijlen, dat soort dingen meer allemaal. Je hebt messen, bijlen thuis gehad? Nee, we hadden helemaal niks in huis. Maar ze kwamen 100 man aan de deur. Niet helemaal bekend waarom die lui bij ons kwamen, om eerlijk te zijn. Maar waarom heb je nou vastgezeten? In één zin? Nou, voor geweld. Meervoudig. Tegen meerdere personen geweld gebruiken. Ja. Ja. Maar dat was nodig, hoor. Het was noodwerk 6. Dus ik bedoel... Voor mij was het noodwerk 6. Alleen de officier van justitie heeft het anders uitgelegd. Het is allemaal juridische termen, hoor ik uit je mond. Ja, ja, ja. Volgens mij past dat helemaal niet bij jou. Recidief. Jawel, joh. Ik heb een vierjarig lyceumopleiding, dus... Ik heb nog op de Heijmans gezeten, dus ik bedoel, het ergernis van iedereen, maar... Weet je wat ik een beetje proef? Ja. Dat is over die geweldspiraal of zo. Mm-hmm. Als je daarin zit, kan ik me heel goed voorstellen dat iemand... Als iemand mij iets geflikt zou hebben, wat heel dicht bij mijn hart komt... Ja, dat in je gezin bijvoorbeeld. Ja, aan nou... je kinderen of zo. Ze moeten met hun poten van... Ja, zo'n gevoel. Ja, ik ben in het centrum van Groningen opgegroeid. Dan was ik een onderdeurtje, weet je wel. Ik studeerde, mijn vader was, die woonde boven. Dus toen ging alles toen gewoon goed? Ja, dat ging nog wel goed, ja, toen. Ja. Maar op een bepaald moment... Geen asociaal gezin of geen aanleiding waardoor er iets... Mijn zus was fotomodel en mijn vader die was vertegenwoordigd in de horeca, weet je. En mijn moeder werkte mee om normaal ons te laten studeren. Normaal standaard gezin? Standaard gezin gewoon, ja. Ja, ja, ja. En maar ik ben wel een beetje met de jongens op stap geweest, zoals een beetje inbreken en zo, dat soort dingen. Maar later ging alles heel normaal. Gewoon werken en zo, verder geen gezeur. Totdat... was ik inmiddels 48 toen dat wij door een hele grote groep van de Oosterpark aangevallen werden. Tot je 48ste een blanco strafblad? Nou, behalve dan toen ik 17 was, die inbraakjes toen, een paar inbraakjes, maar verder wel een blanco strafblad, ja. Oh. Maar toen is het gewoon geëscaleerd door jongens van het Oosterpark, hè. Onderlinge twisten om meiden en zo, en al gedoe en zo. En vechtpartijen daar op onze clubhuizen. En toen en is jij zat in zo'n groep? Nou, ik was jongeren, ik stuurde de jongerenwerkgroep van de Karren, het Floresplein. Ja, maar dan ben je een sociaal werker. En dan sociaal werker eigenlijk, van zwaar. Ja. Ja, ja. En dan hoef je geen geweld te gebruiken. Nee, en dat hoefde ik ook in principe niet, want ik zat ook bij Sakura, Sportvereniging Sakura. Dus was dan de aanleiding dat je geweld ging gebruiken? Omdat we ons pand, wij zaten in zo'n pand als hier, zeg maar, en daar kwamen 100 mensen op af, die wilden ons slachten, van zwaar. Ze waren al 3 keer in huis geweest, waren ook al gewonden gevallen en zo. En op de duur hebben wij dus wapens opgehaald om ons te verdedigen tegen die lui. En dat want ze kwamen terug? Ze bleven komen, ja. Dat het helemaal misging en zo. En je hebt politie gebeld? Ja, ja, natuurlijk. Die zijn er geweest met politiehonden en kogelvrijvesten en alles en zo. Maar die zijn weer weggegaan. Zelfs... Ja, dat was nu het centrale moment. Op het moment dat jij sloeg of schoot of wat dan ook. Dat je denkt van, hey, dit kan er wel eens de verkeerde kant op gaan. Pas dat ik dacht van, nu als we nu niet ingrijpen, dan gaat ons gezin. Die gaat eraan en een paar kennissen van ons. En haal dat moment eens terug? Ja. Toen stond je daar en... Dat is heel moeilijk. Wij stonden te wachten tot het niet anders meer zou kunnen, weet je wel. Tot op een bepaald moment dachten wij van, ja... Het is nu
als de politie niet ingrijpt. Ik heb nog weer gebeld, we hebben een paar keer gebeld. Zo geëscaleerd dat we konden gewoon niet meer langer wachten met ons te verdedigen. Dus ze braken de deur open? Ja, ze waren al binnen in de panden. Ze waren al binnen en toen? Ja, toen hebben wij geschoten. Gewoon. Dus toen heb je geschoten? Gewoon is niet gewoon, maar het is wel gewoon. Als je jezelf, en toen heb je ze geraakt? Ja, ik heb niet gericht geschoten, laat ik het zo zeggen. Ja. Een vriend van mij wel, die heeft wel gericht geschoten. Ja. Er zijn 5 gewonden bijgekomen. Later is er iemand overleden, geloof ik. Toen begreep helemaal, ik zat vast. Hè? Dus ik heb niet alles meegekregen wat er buiten gebeurde in die tijd. En daarom vind ik dit ook zo'n moeilijk moment die jij nu aanhaalt. Want bij heel veel vergrijpen zeggen ze van, als ik het weer zou moeten doen, zou ik dat niet gedaan hebben. Maar wat zou jij doen als ik jij... Ik wel. Ik heb tegen de rechter gezegd, als hetzelfde, identiek hetzelfde geval zou zijn, zou ik op precies dezelfde manier reageren als ik nu ook doe. Ja. Ja. Gewoon overlevingsdrang. Dat is het enige. Ja. Of het enige. Maar wat kan je anders? Ik bedoel... Als ik naar je ogen kijk, ja, dan denk jij van, je staat wel een plezierig mens. Of tenminste iemand die plezier in het leven heeft. Ja, dan moet je wel gelijk geven, ja. Ja. Uiteindelijk is alles goed gekomen. Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb nou 2 schoondochters, wel heel ver weg in Thailand. Maar die zijn eentje zwanger. En ik bedoel, dus het ziet er allemaal heel goed uit voor de toekomst. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ja. Waar gaan jullie nu naartoe? Wij zijn hier bezig in de buurt gewoon, zo met... jullie kunnen wel even meerijden. Even kijken. Ja, ga je spannend doen? Niet veel... Nee, ja, niet echt. Gewoon inzamelen van hout papier. Je denkt toch niet dat ik weer met iemand uit de vuist ga of... I'm sure I won't forget. I need this breath. I need to get by. I hope you won't regret the things we said. I need to get by. Wat deed jij een half jaar geleden? Een half jaar geleden? Ja? Ja, dat was niks. Was ik gewoon nog zwerver, had ik ook geen werk. Was je zwerver? Ja. Sliep je op straat? Nee, ik had toen bij iemand in een keldertje, had ik een matras liep. Oh ja. En waar slaap je nou? In het daklozenhuis. In de schoolstraat. En dat is wel fijn, hè? Ja, dan heb je tenminste een bed. En je hebt alle dagen je eten. Ja. Oh. Dus, En nu ben je elke dag aan het werk? En ik ben nou elke dag voor u mijn aan het werk met de papieren van. Sommige zwervers die ik tegengekomen ben, die zeggen van... ik ben zwerver, dus en dat zal nooit veranderen. En hoe is dat met jou? Nee, ik wacht. Ik ben gewoon bezig dat ik mijn financiële spul weer in orde krijg. Oh. En dan wil ik gewoon weer een normaal huisje zo voor mezelf hebben. Ja. En dan maar kijken wat verder... werkt dat zo nog niet meer echt lukken. En wat is jouw top 3 dan? Nummer 1 is? Nou, gewoon mijn eigen huisje weer. Nummer 2? Mijn huisdieren weer, mijn hondjes. Oh, die heb je nu ergens anders? Nou ja, die zijn bij mijn ex gebleven. Bij je ex? Nou ja, en dan misschien ooit eens een keer weer een vriendin. Maar dat was niet je ex? Nee, dat denk ik niet. Oh, dat is heel duidelijk. Maar ik moet even naar het werk, jongens. Oké. Okay. Does it ever get any better? Or will I feel this way the rest of my life? I just can't get it together. But now and then I'm losing my mind. I try to look the other way to make it through another day. Or does it ever get any better? 'Cause I've been with you the rest of my life. Yeah, all my life. All my life. All my life. Hoi. Hallo. U wilt wat vragen? U woont hier? Ja, ik woon hier op Amstelplein, bij het bankje. Bij welk bankje? Het bankje wat voor het huis staat. Ah, dat is jouw bankje? Dat is mijn bankje. Oh, waarom staat dat bankje daar? Nou, omdat de zon veel eerder voor het huis schijnt dan achter het huis. Voor het huis kun je vanaf een uur of al in de zon zitten. Maar je bent wel de enige met een bankje als ik dat zo zie. Ja, de meeste mensen durven van niet, die zijn bang dat het bankje gestolen wordt. Oh, en hoe heb je dat opgelost? Ja, ik heb aan een muur bevestigd met 2 hangsloten. Heb je dat onlangs gedaan? Ja, vorig jaar al. Vorig jaar al? Ja, ja. Dus dan wordt hij niet gestolen? Nee. Het valt me mee. Er zitten wel eens wat vreemde mensen op, maar dat vinden wij niet erg. Oh ja. Zullen we eens gaan zitten? Ja, is best. Even kijken wat jouw plek is. Mensen hier. En wie zit daar dan? Soms mijn kinderen, soms mijn vrouw, soms mijn schoonvader, die woont hierboven. Ja. We delen eigenlijk een verdieping. Oh, je schoonouders wonen boven? Ja, ja, ja.
Ja. Lekker makkelijk. Ja. Passen vaak op de kinderen. En, als je nu mocht kiezen, wie zou je dan uitkiezen die het liefst naast je komt te zitten? Of ze nou leven of niet leven? Die het liefst naast me komt zitten. Ja. Ik vind het met mijn vrouw, die zit altijd wel gezellig. Je vrouw? Ja. Mag ik nou op de plek van je vrouw gaan zitten? Je mag daar gaan zitten. Ja? Geen probleem. Zou je nou nog iets tegen je vrouw willen zeggen wat je eigenlijk al de hele tijd wil zeggen? Ik zeg eigenlijk alles wat tegen mijn vrouw wat ik wil zeggen. Oh ja, dus niks iets dat je denkt van... Nee. Ik denk van, ik moet even met mijn vrouw praten of ik moet even dingen tegen haar zeggen, dan zeg ik dat wel. Zeg je dan ook wel eens dan, we moeten even naar het bankje? Nou, daar gebruik ik het bankje niet speciaal voor. Ja. Nee, als we echt als dingen eens een keer uitgepraat moeten worden of serieuze dingen, spreken we vaak in bed. Die ongestoord even goed kunt praten. Wat was nou het mooiste wat je tegen haar hebt gezegd? Sterker nog, wat was het mooiste wat zij vond dat jij tegen haar zei? Ik denk dat ze wel het mooiste vond dat ik haar 6 jaar geleden ten huwelijk vroeg. Oh. Ja. Want het kwam voor haar een beetje onverwachts. Ja? Ja. Dus dat heeft ze niet verwacht? Nee. Ze had natuurlijk wel stil gehoopt, maar ze had het vooral toen niet verwacht. Ze was de week daarvoor net met haar vriendin alleen op vakantie geweest. Maar in die week ben ik haar zo erg gaan missen. Ik heb zo'n gevoel gehad van dat alleen zijn, dat wil ik niet. Daarvoor wist je het al, in die week toen wist je het zeker? In die week ben ik er echt, is het voor mij echt duidelijk geworden. Is het mij echt geworden van, wil met z'n tweeën verder. Zodra ze terug is, ga ik haar vragen. Dus dat kwam voor haar onverwachts. Vertel eens verder. Nou, daarna, ze zei natuurlijk ja. Nee, maar ze kwam terug en... Ze kwam terug. Wat deed jij toen? Ze kwam terug en de eerste nacht dat we weer met elkaar in hetzelfde bed lagen, heb ik gevraagd wil je met me trouwen? Dus eerst de begroeting, samen eten, enzovoort. Maar jij wist al die tijd al, ik ga haar dus vragen in bed. Ja. Dus dat heeft zij niet geweten. Nee, en toen niet geweten. In bed en zoenen, knuffel, knuffel. Maar wat was nou het moment? Nou, dat ik echt haar diep innig aankeek en zei, ik ga het nou gewoon vragen. Natuurlijk was ik al de hele tijd bezig met het moment uit te zoeken. Maar... Vond je dat spannend? Ja, vond ik zeer spannend, ja. Want ik had het al tegen kennissen en vrienden gezegd van, zodra ze terug is, dan ben ik toch van plan om het te vragen. Dat was jouw methode om daar ook voor jezelf druk achter te zetten? Ja. En ik wist wel, als ik haar vragen ga, dan komt zij met de tegenvraag van, dan willen we ook kinderen. En dat heb ik heel lang afgehouden, want ik dacht altijd dat kinderen niks voor mij zou zijn. Dat is wel helemaal niet waar gebleken, want kinderen is echt eigenlijk alles voor mij op dit moment. Dus toen was dat nog een offer brengen aan haar? Ja, eigenlijk wel ja. Ja. Ze wilde zeggen, ik wil wel met je trouwen, maar dan gaan we ook kinderen proberen te krijgen. Oké, dus jullie liggen dicht in elkaar aan. Ja. Dus het is niet helemaal donker. Nee. En na de zoen, toen zei jij? Toen zei ik van, ik wil toch vragen of je met me wilt trouwen. Zei je dat zo? Ja. En toen? Ja, graag, zei ze. Direct? Ja. En iets met kinderen, zei ze toen nog? Ja, toen zei ze dus, maar dan wil ik dus wel... Gelijk maar erbij, gelijk boter bij de vis. Ja. En toen zei jij? Ik zei, dat is goed. Dat gaan we proberen. En daarna zijn jullie vrij snel in slaap gevallen? Ja, ze zijn wel vrij snel gelukkig hand in slaap gevallen, ja. Hand in hand? Ja. I tried to look the other way. Life.